Hallo Weegschaal, ik ben Roxanne Kouwenhoven en ik heet je van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van Astrologie voor jou van voorjou.nl. Ben je al een beetje nieuwsgierig naar wat er deze maand in de sterren staat? Kijk er maar gauw met me mee, want dat ga ik je nu vertellen. Je discipline en je toewijding voor je werk hebben hun vruchten afgeworpen. Op de hogere etages hebben ze je ook gezien dat je een trouwe werknemer bent en je kunt deze dagen dan ook een terechte promotie verwachten. Je hebt dus niet voor niets hard gewerkt. Samen met die promotie kun je dan ook een salarisverhoging verwachten. En dat is toch reden voor een feestje, nietwaar? Heerlijk om te zien dat het zo goed gaat op je werk. In je sociale leven gaat het ook goed en misschien kan ik wel zeggen dat het te goed gaat. Je krijgt zoveel uitnodigingen voor feestjes en etentjes dat je er haast niet meer aan toekomt om een rustig weekend thuis voor de buis door te brengen. Voel je niet verplicht om iedere uitnodiging aan te nemen. Als ze hier geen begrip voor hebben, is dat niet jouw probleem. Het is ook belangrijk dat je tijd voor jezelf neemt. Ga lekker vroeg naar bed en haal de slaap in die je al weken tekort komt. Je zult zien dat je energielevel daardoor ook weer op peil komt. Nu we het al over slapen hebben, heb je wel eens goed over je dromen nagedacht. Je droomt namelijk niet voor niets. Je gidsen proberen via je dromen in contact met je te komen. Leg eens een schrift en een pen op je nachtkastje. Probeer als je wakker wordt om je droom meteen op te schrijven, anders vergeet je hem misschien weer snel. Ik heb daar in ieder geval wel last van hoor. Kijk maar eens of je kunt zien wat je dromen jou willen vertellen. Maak maar eens contact met je spirituele zelf. Er is zoveel meer dan we kunnen zien en dat kan je leven op een hele mooie manier beïnvloeden. Ik ben heel benieuwd wat je over jezelf zult ontdekken, lieve Weegschaal. Geniet van de komende weken en dan zie ik je graag volgende maand terug bij voorjou.nl.